privé. Verschillende gedachten en bijkomende gevoelens spelen mijn parten. Ik heb vaak het idee een soort friet te zijn die geen positieve bijdrage kan leveren aan de wereld en nog belangrijker aan het leven. Zijn die gedachten en emoties wel verantwoord? Geen antwoord. Kunnen die ook net zo ervaren worden door mijn medemens? Geen antwoord. Maar iedereen is aan het woord. En als ik luister en om me heen kijk, moet ik steeds relativeren. Wat is waarheid? De hele dag door zijn mijn hersenen bezig geuren te herkennen en te ontdekken. Het leven te zien, proeven, te voelen en te horen, te beleven op mijn manier. En die staat nogal in grote tegenstelling tot iedereen die je kent. Ik bedoel miljarden mensen op de wereld en niemand is hetzelfde. Je zou dan haast gaan denken dat alle kennis uit verschillende gemeenschappen en tijden ons als mens zou moeten verrijken. Maar in tegendeel. Want er is te weinig aandacht voor het leven en de verantwoordelijkheid de kwaliteit ervan te handhaven. Wat is waarheid? Verlichting nog lang niet bereikt. Geld is overleven. Geld is leven. Geld geeft en neemt leven. Wie of wat is God dan? In de beleving van de meeste mensen is het leven slechts een gedeelte van het grote financiële plaatje. Ze zijn afhankelijk van het kapitalisme en velen zijn er blij mee ook. Ouders leren hun kinderen omgaan met geld of leren ze jagen op wild. In principe precies hetzelfde, net als de atoom die zowel de jager als de prooi kan zijn. Het blijft een atoom, maar de samenstelling verandert de situatie. Kortom, als we onszelf eerder zouden beschouwen als atomen, zouden we meer begrip kunnen hebben voor onze tekortkomingen en kunnen muteren in iets beters. Zet voor je kapitaal alles opzij. Zaken zijn ook mijn zaken. Bedrijven labelen hun levensstijl aan de producten die ze aanbieden. Door onderzoek te doen naar onder andere het gedrag, persoonlijke mening, achtergrond en voorkeur, spelen ze handig in op het koopgedrag van de consument. Dit lijkt onschuldig en volkomen logisch voor de meesten, aangezien men geboren wordt met de aanwezigheid van het kapitalisme. Maar op het moment dat de corporaties met hun diensten en producten een aanzienlijk groot deel worden van mijn levensonderhoud en dus ook invloed kunnen uitoefenen op de kwaliteit ervan, heb ik een probleem. Want dan komt macht om de hoek kijken en kan de druk uitgeoefend worden op het handelen en het redeneren. En dit alles door een relatief minuscuul groepje parasieten van de wereldbevolking. Men claimt en handelt in de rijkdommen die de aarde ter beschikking stelt. Ze stelen grondstoffen en verkopen die opnieuw aan de benadeelden. De cirkel is rond, zij blij, wij blij. Het is toch goed zo. Uur service, 8 uren slapen, 8 uren vrijheid, 8 uren arbeid, 7 uren slapen, 8 uren vrijheid, 9 uren arbeid. Want je pauze wordt niet doorbetaald en wordt gezien als vrije tijd. In de pauze ben ik mezelf niet meer in dienst. Mag ik nu zeggen dat mijn baas de Hitler van mijn kamp is? Dit is mijn tijd. Mag ik mijn lotgenoten attenderen dat ze slaven zijn? Worden ze dan boos, omdat ze niet willen inzien dat ze nu net als toen hun slavenstatus accepteren? Was de slavernij toen ook mogelijk geweest als ze zich hadden verenigd en met z'n allen hadden verzet tegen hun grootgrondbezitters? Wat wil een slavenhouder doen als al zijn personeel zich tegen hem keert? Macht wordt genomen door de wil, maar ook gegeven en in stand gehouden door de onwetende. Weet wie we zijn en schaam je er niet voor. Pas als onze identiteit geïdentificeerd is, kunnen we zien dat we ter dood veroordeeld zijn door de partijtrekkende rechters. Slaaf in hoofdletters op grafstenen en urnen. Wie ben ik? Wat maakt mij? Beslis zelf wie ik ben en baseer mijn handelen daarnaar. 24 uur service tot uw dienst.